Hele goedemorgen met Dennis. Dennis, een heel goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delfts Blauw. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen Dennis, welkom hier in het programma. De reden dat we jou hebben uitgenodigd is vanwege de nieuwe single Ik Wil Dat Je Bij Me Blijft. Ja, klopt. Ja, die is uit, de nieuwe single. Dus ja, hartstikke mooi. Hij gaat weer lekker door. Ja, en dat wordt ook erg goed ontvangen, zie ik overal, Dennis. Ja, maar we mogen daar zeker niet over klagen. De eerste single die was natuurlijk in april uit. Deze is vrij snel na de eerste. En ja, op zich, hij gaat hartstikke goed. Lekker feestnummer hebben we voor gekozen. Zodat hij op de bühne ook gewoon lekker goed wordt ontvangen. Dus ja, we zijn echt wel tevreden over de resultaat. Zeker. Ja, ik draai dus juist naar een fragment van de single Onze Komeet. Is die hiervoor of zit er nog een single tussen? Ja. Nee, Onze Komeet was hiervoor. Dat was in april. En natuurlijk een cover van de Drentse zanger René Becker. En daar hebben we gewoon gekozen om eigenlijk terug te komen. Maar ik ben natuurlijk 10 jaar gestopt. Ben ik terugkomen met dit nummer. Het is toch wel een beetje een herkenbaar nummer. Toch gekozen voor een cover als comeback als het ware. En, ja, die werd ook gewoon goed ontvangen, die heeft ook goed gedaan, hij heeft her en der in wat hitlijsten gestaan, dus ja. Nou, we zijn zeker niet ontevreden over het resultaat. Je zei net zelf, je hebt 10 jaar gestopt, is dat bewust geweest, Dennis? Ja, bewuste keuze. Ik heb 10 jaar geleden had je niet zoveel zangers als wat je nu had natuurlijk, dus eigenlijk hadden we het natuurlijk voort moeten zetten. Maar als je kijkt, ja, ik ben zelf de horeca in gegaan, ik ben zelf eigenaar van 3 horeca bedrijven, dus ik heb echt best wel 10... behoorlijke zware jaren gehad in de zin van opstarten van de bedrijven. En ja, dat gaat allemaal hartstikke goed. En het wordt gewoon tijd om weer op te pakken wat ik toen die tijd altijd leuk vond. Dus. Ja. Maar ik lees, Dennis is een succesvolle horecaondernemer, maar hij wordt ook een beetje de bijnaam als de Helderse Jannes genoemd. Klopt dat? Mooi dat je dat zo benoemt. Ja, vroeger had ik nog wel... Toen ik eigenlijk helemaal nog niet zong en niemand mij daarvan kende. Ja, toen zong ik wel eens een keer de koffer van Jannes. En zodoende noemen ze mij, kom uit Hellendoorn. Helders is eigenlijk dialect voor Hellendoorn. De Helderse Jannes is toen zo een beetje geboren, ja. Ja, nou, leuk is dat. Ja, je lacht er zo mee, dus je vindt het wel grappig natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, als mensen vergelijking trekken met bijvoorbeeld een Jannes, ja. Volgens mij hoef ik mij daar niet voor te schamen. Die heeft zijn succes al in muziek gehad, dan moet ik dan maar zien hoe ver af ik kom. Maar, ja. Nu kom jij toch uit een regio vandaan waar ontzettend veel talent vandaan komt, Dennis. Klopt, bij ons is wel heel veel, natuurlijk ook Brabant, maar ja, bij ons in Oost-Nederland ja, zitten best veel zangers en zangeressen inderdaad. Dus ja, er zit best veel inderdaad. Ja. Ja. Je zei het net zelf al, je bent een drukke horecaondernemer, je hebt een drukke met een aantal horecazaken. Hoe is het dat, kun je dat combineren als je bijvoorbeeld geboekt wordt? Ja, kijk, het is natuurlijk de horeca is van mezelf natuurlijk, ik ben zelf de eigenaar ervan, dus je kunt natuurlijk zelf de planning wel zo gooien dat het kan. Kijk, dus afgelopen zaterdag sta ik twee keer ergens op te treden en ja, die combinatie valt me goed te maken. Zeker wel, het is niet altijd makkelijk, maar... Nou, tot nu toe gaat het altijd prima. Als er een boeking staat, dat gaat bij mij wel voor uiteraard. Ja. Ik heb ergens een stukje in jullie plaatselijke krant gelezen. En daar word jij omschreven, was van een eigenaar van een aantal zaken. Dat jij toch een echte levensgenieter bent. Dat jij houdt van doorpakken, maar jij ook heel enthousiast bent. Maar ook, je bent ook een levensgenieter. Klopt, ja, zeker. Kijk, ik ben echt wel iemand die ook zelf houdt van om... Bij een collega hoor ik er even lekker te gaan eten of een keer een cafeetje op te zoeken. Als er ergens een Hollandse avond is bij ons in de buurt en de trainer daar wat jongens ook die ik ken, ja, daar ga ik zelf altijd wel even naartoe. Ik vind het altijd wel leuk. Dus ja, kortom, naast werken is het ook heel belangrijk om te blijven genieten natuurlijk. Zeker niet onbelangrijk. Ja. Nou, klopt het dat jij ooit begon bent op je 15-jarige leeftijd met het zingen met een trouwfeestje over Ben? Dat klopt. Je hebt heel goed huiswerk gedaan. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Daar is eigenlijk een beetje mee begonnen. Het was eigenlijk meer voor als een grapje. Ik was 15 en toen die tijd mocht dat nog, hadden ze even stiekem met een paar drankjes bij mij erin gevoerd. Dus zeiden ze van, nou ga jij eens even een liedje zingen. Dus ik denk, waarom ook niet? Dus ik ga een nummer zingen. En toen kwam er iemand van de andere kant van de familie naar me toe. Goh,
doe je dit vaker, kun je niet een half uur mee komen zingen op het feestje. Ja, zo is het eigenlijk ook een beetje begonnen eigenlijk. Dus, ja, ja. Toen kwam jouw eerste echte optreden, was in de Zwaan en Raalte. Dat klopt, ja. Ja. De Zwaan en Raalte hadden we... De Zwaan en Raalte hadden ze toen die tijd hadden ze heel veel darttoernooien. En nou, wordt natuurlijk, bij dart wordt natuurlijk ook gezellig, hij wordt een biertje. Ja, dat was een afterparty en daar hadden ze dan inderdaad, hadden ze dan ook, hadden ze mij ook geboekt, ja. Ja, dus dat klopt, dat was echt de eerste officiële optreden, ja. Dat klopt. En natuurlijk zing jij natuurlijk zelf ook in je eigen zaak, denk ik, of niet? Klopt, ja, er zijn heel veel mensen die hier een feestje boeken in een van onze zalen. En ja, daar sta ik ook zelf zeker, als mensen dat vragen, dan doen we dat wel. Kijk, en we hebben natuurlijk, ja, mijn hobby is natuurlijk begonnen met, hobby is bij mij begonnen met het DJ-werk een beetje. Dus ja, dat je de geluid zet goed voor elkaar, dat is natuurlijk logisch, omdat jouw licht geluid zingen, dat is gewoon een grote passie. Dus ja, dan hebben we dat gewoon goed voor elkaar, dus je kunt ook zo'n microfoon pakken, je hoeft niet eens in te prikken, het hangt er allemaal. Dus ja, dan kun je heel makkelijk even een half uurtje kun je doen. Ja. En dat gebeurt ook zeker. Ja. Maar was dat toen de tijd dat nummer Rode Wijn en Griekse Maneskin, was dat jouw eerste single? Ja, dat klopt. Dat was de eerste single en... eigenlijk doen we daar eigenlijk nu helemaal niet zo veel meer mee, want ja, het was toen destijds was alles op een op zo'n minidisc, die tijdperk had je toen en nu hebben we eigenlijk verder helemaal niks meer mee gedaan. Ja, eigenlijk weet ik niet eens waarom niet, maar ja, het ligt op de plank, er wordt eigenlijk nu niks meer mee gedaan. Nee. Nu deze nieuwe single, Dennis, wie heeft de tekst geschreven van deze single? Ja, dus dit is een nummer die is al eigenlijk natuurlijk al gecoverd uit Duitsland. Dus een Duitse cover, maar de tekst van dit nummer komt weg bij Martin Sterken. Ja, ja. Maar vertel eventjes in het kort voor de luisteraars die misschien de zinger nog niet kennen, waar gaat de tekst over, Dennis? De nieuwe nummer van mij, dat nummer heb ik zelf geschreven. Die heb ik eigenlijk al 10 jaar geleden had ik het plank liggen van, daar gaan we een keer wat mee doen. En Kees Tel heeft daar een lekkere, ja, zoals iedereen van Kees Tel gewend is, een lekkere Kees Tel versie van gemaakt. Het nummer waar hij over gaat over lekker gezellig in de kroeg. Dat het eigenlijk niet hadden verwacht dat het zo gezellig zou zijn en dat we dan s'avonds laat lekker thuis komen. Ja. Dus ja, gewoon echt een lekker gezellig nummer. Waar je ook ziet is, als ik een half uur ergens optreed, dan zie je gewoon dat nummer direct een polonaise veroorzaakt. Dus echt een gezellige kroegmeezinger. Ja, en jij houdt van de gezelligheid? Daar ook van, dus wat dat betreft sluit dit nummer wel heel goed aan bij de persoonlijkheid wat ik zelf eigenlijk ook ben. Eens voor de luisteraars en medeluisteraars, zij die meer willen weten over Dennis van Dam, ja, ze kunnen natuurlijk ook bij jou langskomen in het café natuurlijk, maar waar kunnen ze meer informatie vinden? Ja, ze kunnen meer informatie vinden op mijn Facebookpagina Dennis van Dam en natuurlijk ook ja, via de horeca, maar ja, dan zeg je nou even in gesprek over het zingen inderdaad, ik ga geen reclame maken. Ja. We hebben, het is gewoon Facebookpagina Dennis van Dam, Instagram Dennis van Dam NL. Ja. Kunnen ze mij vinden en daar staan heel veel live stukjes bij optredens wat ik doe en er staat er natuurlijk de single, staat er ook een kanaal die te downloaden is. Dus kortom, veel informatie op de Facebook en Instagram pagina. Ja. We gaan een single draaien en ik wil dat je bij me blijft. Dennis, op de eerste plaats ga ik je heel erg bedanken dat je vanmorgen live hier bij onze uitzending was. Graag gedaan, hartstikke leuk, gezellig. Ja, en ik zou zeggen... Zullen we direct weer een datum afspreken? Ik denk dat we einde van het jaar gewoon nog een keer wat uit moeten brengen. Komen we gewoon gezellig terug. Ja, dat is goed hoor. En we gaan het zien. Ga je goed, tot de volgende keer. Bedankt, hoi. Hartstikke mooi, bedankt. Hoi.